Ja, het was heel gek de laatste dagen, want wij kregen enorm veel berichten uit Nederland over de crisissituatie hier op Curaçao. Het is natuurlijk zo dat hier op Curaçao een klein ziekenhuis is. En die is de laatste week heel erg volgestroomd. Mensen liggen op de IC's en die IC's zijn vol. Dan krijg je natuurlijk gelijk toch wel een beetje een paniekreactie, ook hier hoor. En dat is niet onterecht natuurlijk, want mensen die een IC nodig hebben, die kunnen er nu geen gebruik van maken. Dat is natuurlijk heel vervelend. Maar het is natuurlijk niet zo dat je dan direct moet roepen, alle Nederlanders moeten maar van het eiland. Ze moeten allemaal gelijk morgen het vliegtuig pakken en terugkeren. Dat doen wij namelijk niet. We zitten hier gewoon al 2 maanden, dus waarom zouden we het doen? En er is nog iets, dat kan ik je nu laten zien. Wij zijn, even kijken, 9 dagen geleden voor de eerste keer, zeg maar, geprikt met het vaccin. Nou, daar heb ik een boekje van. Ik ga laten zien. Oh, zie je niet zo heel goed, maar we zijn geprikt voor de eerste keer. En dat betekent gewoon dat we 14 april, geloof ik, dat we voor de tweede keer geprikt gaan worden. Dat is over 12 dagen of zo. Dan ga je natuurlijk niet weg. Het zou verschrikkelijk stom zijn zelfs, want die tweede prik, die krijg je in Nederland niet. Dus wij hebben Pfizer een vaccin gekregen. Ja, die willen we natuurlijk ook de tweede keer krijgen. Wat allemaal gedoe als je nu naar Nederland afreist. Dus we doen het niet. Wat doen we dan wel? Nou, dan zie je natuurlijk gewoon een lockdown. Dat betekent gewoon dat je eigenlijk in een soort bubbel zit. Ja, heb je eigen park. Allemaal gezellig, zwembad in het midden. Nou, je kent het wel. En je hebt hier natuurlijk achter mij een verschrikkelijk lekkere terras. Ik bestel boeken bij bol.com en op mijn e-reader. En ik ga lekker zitten lezen. Dagen is Rut bezig met haar schilderijen. En een van, nou, die is ook gepubliceerd hoor, maar het was verschrikkelijk leuk. Dat ging over een schilderij die eigenlijk helemaal vol zit met suikerdiefjes. Dat zijn vogeltjes, hele kleine vogeltjes. Nou, die zie je dadelijk ook wel. En daar had ze allemaal mannetjes voor gemaakt om die compositie goed te krijgen. Ik vond het ontzettend knap hoe ze dat deed, maar uiteindelijk is het een heel leuk schilderij geworden en we hebben geprobeerd, tenminste ik heb geprobeerd, om nog wat van die vogeltjes ervoor te krijgen, weet je wel, en dan dat je dan ziet, hey, dat is het vogeltje wat daar op het schilderij wordt geportretteerd. Nou, dus daar houden wij ons tijdens deze lockdown mee bezig. Rutger is alweer met een nieuw schilderij begonnen en wat ik al zei, ik heb boeken genoeg die ik kan lezen. Het is natuurlijk helemaal niet zo vervelend. Natuurlijk, je mag niet naar het strand. Een lekkere lunch, even op het strand met mensen die je kent of zo. Nou, gaat even niet. Oké, dat is dan maar zo. Vlak voordat die lockdown was, bijvoorbeeld, zijn we met mensen even naar een soort atelier gegaan. Waar ze typische Curaçao beelden maken. Wat zijn dat nou voor beelden? Ik heb er één gekocht, Rut, want die vond hij geweldig. Het zijn dit soort beelden. En ja, een beetje zo houden. Ja. En die beelden, dat heette een chichi. En die worden hier met de hand gemaakt, beschilderd ook. In dat atelier werken gewoon 10 mensen en er zat iemand te schilderen. Dan vraag je ook aan iemand van, wat betekent dat nou eigenlijk, chichi? Want wij hebben er nooit van gehoord. De chichis? Ja. Nou, de chichi is de troetelnaam voor de oudste zus in het gezin. Dat was vroeger zo hier op Curaçao, toen de mensen tussen de 10 en 15 kinderen kregen. Toen moest de oudere zus thuis blijven en moeder helpen met verzorgen van de jongere broertjes en zusje, of helpen met koken, wassen, strijken, noem maar op. En
En ze werd ook gezien als de moederfiguur door de jongere broers en zussen. En ze kreeg dan de troetelnaam Chichi. Hier maken we sculpturen die dan Chichis heten. En dat is dan een ode aan de Chichi van vroeger hier op Curaçao. Nou, dat soort uitstapjes, dat kan allemaal niet meer. Het is zo. Waar ik al net al heb gezegd, wij zitten hier ook hartstikke lekker. En we krijgen over die 12 dagen onze tweede prik. Dan ga je natuurlijk niet naar Nederland, waar het ook niet zo best is, heb ik begrepen hoor. Trouwens, de politiek zie, dan denk ik bij mezelf, waar zijn wij allemaal mee bezig? Maar goed, het is ver van ons, Nederland. En wij hebben in ieder geval niet besloten om direct de koffers te pakken. Vaak in die berichtjes los van, gaan de koffers worden gepakt vanavond en morgen, boom, naar Nederland. Nee, gaan we niet doen. En dus we blijven lekker hier in onze lockdown. We gaan 2 keer per week naar de supermarkt en zitten een beetje hier op dat park. Ah, geen straf, echt niet. Maar de situatie in het ziekenhuis, die is echt wel heel ernstig. Maar goed, daar hebben jullie natuurlijk al heel veel over gehoord. In het nieuws en in kranten en dat soort zaken. Dus ik ga dat allemaal niet weer vertellen. Wij gaan het even afronden. We spreken!